Zo, en welkom weg, welkom terug. Ik wil gelijk met Engels gaan praten, dat helpt helemaal niet, want het is Nederlands. Juist, welkom terug bij Nieuwsreview. En toevallig, ik zag deze post. In nek gestoken burgemeester van Brugge heeft het ziekenhuis verlaten. Oké. Dirk de Vouw, de burgemeester van de Belgische stad Brugge, die zaterdagochtend in zijn nek werd gestoken, heeft zondagmiddag het ziekenhuis verlaten. Toppie, heb je het tenminste overleefd? Een 35-jarige ex-cliënt van de Vouw, die naast burgemeester ook werkzaam is als advocaat, is aangehouden voor de steekpartij. Wacht even. Is nou die meneer de Vouw, is die nou ook advocaat? Of is die ex-cliënt ook mede-burgemeester geweest en daarna advocaat? Wacht even, dat snap ik niet helemaal. Maar oké. Oh nee, de Vouw trad op als de bewindvoerder voor de verdachte. Ja, oké, nee, dat snap ik dus. Dan is die cliënt niet. Het motief van de verdachte is echter nog niet bekend. Hij weigert vooralsnog een verklaring te geven voor de aanval, schrijft Ontbijt Nieuwsblad. De verdachte zou kampen met psychische problemen. Hier wil ik toch wel even een opmerking maken. Laat ik vooropstellen: iemand in de nek steken is, of überhaupt steken, wat dan ook, is nooit goed. En zou ik ook nooit goed gaan praten. Wel heb ik begrip voor deze ex-cliënt. In de zin van, het is een alom bekend feit dat er veel slechte bewindvoerders zijn. Er is zelfs een hele complete groep daarover. Die heet Stop Slechte Bewindvoerders. Laten we daar even naartoe gaan. Daar kan ik het laten zien. Al mag ik daar niet te veel van laten zien, want de groep heeft wel als afspraak dat stop slechte bewindvoerders, dat alles wat erin staat, dat eigenlijk privé moet blijven staan. Dus dat is wel ja, belangrijk. Kijk, daar is die groep stop slechte bewindvoerders. Nou goed, we klikken dat snel weer weg. Je zag al dat er gewoon 2000 mensen in zitten. Dat is niet niks. Dus ik moet wel zeggen, ik weet natuurlijk niet hoe het in België is geregeld, maar hier, zeker hier in Nederland kan de bewindvoering echt wel een stuk beter. En gebeuren er met regelmaat incidenten die de mensen die onder bewind staan echt tot wanhoop drijven. En schijnbaar is de wanhoop in vaak gevallen zo, dusdanig genoeg om inderdaad dus nou in dit geval een steekpartij uit te lokken. Ik weet dat als van de verhalen die bij de bewindvoering hier naar voren komen, dat sommige mensen echt tot zodanige wanhoop zijn gedreven dat ze hun bewindvoerder met elke vezel in hun lichaam haten. En het haalt soms echt wat slechts in de mensen naar boven, terwijl dat niet hoeft. Maar ik denk wel dat de bewindvoering daarvoor aan zet is om, ja, om ervoor te zorgen dat ze niet de mensen waarvoor ze verantwoordelijk zijn helemaal in de wanhoop drijven. Enfin, we gaan verder. De man viel de vrouw zaterdag even na 11 uur in de ochtend aan voor zijn advocatenkantoor. Getuige zegt tegen Nieuwsblad dat verdachte de burgemeester de hele ochtend aan het opwachten was. Gerichte actie dan. Het lukte de burgemeester zelf om de hulpdiensten in te lichten. Rond 1 uur lag de Vouw. Lag hij in een Vouw, maar lag ook de Vouw op de operatietafel. Volgens een vrouw, Ann Stalens, was de burger niet in levensgevaar. Mooi. In totaal waren 24 hechtingen nodig om de wond van de Vouw te dichten. Jeetje, Mina. 24. Dat zijn de best. Veel. Dat is dan echt wel een hele Jaap geweest die hier of zo of achter langs heeft gelopen. Poeh, dat is niet niks. Nou ja, dat heeft deze vent dat dus ook eens even meegemaakt. Ja, nou, ik zou hem ook wel nu een hart onder de riem willen steken, maar ik denk niet dat die grap helemaal op zijn plaats is. Dus ja, ik laat hem even zitten. Beste vent. Meneer de Vouw, ik hoop dat u snel weer beter bent. En
Ja, nou, dat dit incident niet al te veel last aan u heeft. En als u het misschien nog op kunt brengen of zo, is navraag doen waarom inderdaad waarom die beste man nou u heeft aangevallen. Maar ik snap wel dat u dat allicht via een glasraampje of zo ertussen hebt zitten. Om niet nog een keer dat incident mee te maken. Ja, nou, niet zo'n heel erg leuk nieuws, maar goed dat die vent het heeft overleefd en we zijn weer wat wijzer. Dus, ik zeg tegen iedereen, het gaat jullie goed en hou door, hè.